Yeah, we're Hi, I'm Suzanne, and in this series, I'm going to show you how we build Supiata ketchup from the first stage to its launch 3 years later. Hoi en welkom bij deze tweede avond. Wij zijn hier vandaag bij Schaefer Vlog. En dit is Lennart. En Lennart is hoofd van de productie en neemt ons vandaag mee om te laten zien wat hier nou precies gebeurt. Wat wordt hiermee? Dit zijn best wel aardige formaatjes, hè? Ja, nou hier komen dus grote platen binnen. Ja. We staan hier eigenlijk 12 bij 3 meter pond binnen, verschillende diktes. Ja. Normaal is de huid van een schip ongeveer 6 tot 8 mm dik. De huid van een schip, waar hebben we het dan over? Dus dat is eigenlijk hetgene wat de buitenkant van het schip wat je ziet. Okay. De binnenkant van het schip maken we hier helemaal. De platen komen binnen, die worden uiteindelijk hier op de snijtafel neergelegd. Daar worden eigenlijk allemaal kleine onderdelen van gemaakt. Alles wat hier ligt is voor één casco of voor alle verschillende casco's? Op dit moment is dit voor één casco, ja. Maar dat is maar een heel klein onderdeel daarvan. En je moet denken dat we ongeveer 50.000 onderdelen per schip maken. Ja, want hoe groot kan je hier op een gegeven moment een casco bouwen? Nou, we zullen straks in de andere hal gaan en daar kunnen we bouwen tot 125 meter op de helling. Ja. En we hebben ook een aantal loodsen waar we geen helling bestaan, maar een vlakke vloer. En daar kunnen we ongeveer tot 75 tot 90 meter. Hier achter ons heb je de plasmasnijmachine bij Slop. Wat gebeurt hier? Hier bij Slop in de vormbewerking komen de platen binnen. En op een plasmasnijmachine worden de platen gesneden. En dit zijn platen van 3 bij 12 meter. Ja. Het is gewoon formaatje woonkamer. Ja. En ja. Daar kunnen jullie van alles mee. Dat is eigenlijk maar één reden dat we geen grotere trailers rijden in Nederland. Hoe zit het hier met de damp? Want als er hier gesneden wordt, dan komt er best wel wat damp vrij. Ja, nee, dat is op zich hebben we een heel goed afzuigsysteem. Daar zitten filters in en dat wordt elk jaar schoon gehouden. Praten. Ja. Ik ben hier met Wieger en Wieger gaat ons laten zien wat we hier gaan doen. Nou, ik ga een stukje plat omknikken en dat wordt dan een flens. En dat kunnen we dan gebruiken voor de boot. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en wij zijn klaar. Dus dat betekent dat de helmen af mogen. Yes. Tot de volgende keer. Doeg!